gezelligheid, de saamhorigheid. Maar over geheel genomen, aan het eind van de dag heb je een heel prettig gevoel dat je dit hebt gedaan voor de mensen. Ik vind het heel leuk dat ik iets kan bijdragen aan dit evenement, omdat het zo groot is. Nou, het vrijwilliger zijn, wat er leuk aan is, is dat het gewoon heel erg leuk is om gewoon dienstbaar te zijn voor andere mensen. En ik heb zelf ook wel eens meegedaan aan hardloopwedstrijden en dan vind ik het ook wel goed om een keertje terug te kunnen. Ik zou vrijwilligerswerk wel aanraden, omdat het gewoon heel leuk is om andere mensen te helpen. En gewoon ja, ik moet het zelf ook gehad als andere mensen het doen. Tasjes uitdelen. En tasjes innaam. Ik vind het wel leuk om wat te doen. Ik spreek ook weer mensen. Je hoort ook weer hoe het een beetje is gegaan bij de lopen. Beetje, je hoort altijd wel een leuke verhaal. Vandaag sta ik dus bij de Monique bij de finish. Help ik mee om de medailles uit te reiken. De ISOSTAR en feliciteer ik de deelnemers. Ik ben hier vandaag om alle deelnemers aan te moedigen aan de Kinderkamer. Prachtig evenement als je ook weer ziet vandaag de opkomst met volgens mij 4000 inschrijvingen. Nou, wat voor mij zo bijzonder is aan de Kinderkamer is toch eventjes stilstaan weer bij Johan en zijn geboortedag. Maar daarnaast ook het maatschappelijke gebeuren. Ik denk dat dat misschien nog wel het belangrijkste is waarom ik hier ben. Je gaat door de plekken eigenlijk waar Johan is opgegroeid en uiteindelijk in de prachtige Johan Cruijff Arena Stadion dat je terechtkomt. Dus ja, het is ook een mooie beleving. Ja, ik vind de kidsrun super belangrijk. Als je die enthousiaste gezichten ziet, kinderen in beweging, met de naam van Johan Cruijff erboven. Hij is degene die het in heeft gezien hoe belangrijk het is dat kinderen van sport en spel kunnen genieten. En niet alleen de gezonde kinderen, maar ook de gehandicapte kinderen. En ja, dat is eigenlijk een feestje om naar te kijken. Maar het was een geweldige dag hier in Groningen op de Grote Markt. Prachtige locatie natuurlijk voor mijn toertocht en hopelijk
zie ik jullie volgend jaar weer. Duizend mensen die gaan vandaag van start. Dat doen we tussen 10:15 en 3:00. En ja, dat is een hele belangrijke rol weggelegd voor alle vrijwilligers die helpen. Ze moeten hard werken, maar bij het harde werken hoort ook een lachje en kameraadschappelijkheid. En dat proberen we eigenlijk al jaren te bewerkstelligen. En de groep is hecht en komt elk jaar weer. Zoveel mensen die je zoveel lol kan beleven. Ook de vrijwilligers hebben hier lol aan. Het is zo fijn in een rustige sfeer. Fantastisch gewoon. Iedereen is super enthousiast. We hebben heel veel ervaren vrijwilligers. Dus ik ben eigenlijk maar een beetje een jonkie. Dus samen met elkaar, met mijn enthousiasme en hun ervaring, maken we er gewoon echt een leuke dag van. Wat ik er leuk aan vind, is dat je doet voor anderen. Je maakt anderen een dag maak je er mooi mee. Er is altijd hulp nodig voor zulke evenementen. En als jij die helpende hand kan zijn, ja, dan ben ik er graag om mensen te helpen.